Op donderdagavond, Bram, ben jij het slachtoffer geworden van gaybashing. Kan je ons eens vertellen wat er exact donderdagavond is gebeurd? Ja, donderdagavond moest voor mij eigenlijk een hele aangename avond worden. Want het was natuurlijk ook de opening van de Antwerp Ride op het stadhuis. Dus zijn wij uitgenodigd geweest om daar te vieren dat we de Antwerp Ride gaan starten deze weekend. En zoals iedereen wel weet is er dan ook van alles te doen in Antwerpen. Dus ik heb ook zoveel mogelijk mee willen doen. Ben mee naar de Popi Bus Tour mee geweest. De nodige Kava was er ook aanwezig. Naar de Ortegelius geweest, afgesloten in Red & Blue. En daar is het eigenlijk al een beetje misgelopen in de Red & Blue zelf. Was er ook een jongen die het niet zo tof vond dat ik met zijn vriendinnetje stond te dansen. En heeft mij daar een eerste map verkocht. Ik was er wel een beetje van geschrokken, maar allee, in elke discotheek wordt er tegenwoordig gevochten. En nu was ik daar toevallig ook tussen verzeild geraakt. Dus hebben die jongen ook buiten gezet. Dus daar heeft Red & Blue echt heel goed op geanticipeerd. Natuurlijk is het na zo'n gebeurtenis, zo'n avond, een beetje om zeep. Dus ik heb iedereen nog een goede dag gezegd die ik daar kende. En ben eigenlijk richting huiswaarts vertrokken. Met mijn roze hemdje en mijn roze cowboyhoed die ik had gekregen tijdens de Popi Bus Tour. Nu, meestal pak ik wel een taxi naar huis, maar omdat Schepen Heil had gezegd op Felix Pakhuis, ik geef ook nog een feestje. En dat was 's morgens vroeg in de uurtjes, dacht ik, ik ga daar een keer langs passeren. En eigenlijk op weg aan de omgeving van de Mas werd ik eigenlijk aangesproken of toegeroepen door enkele jongeren. Ik ben ook wel al strompelend eigenlijk naar huis gegaan, want het was van de ene receptie naar de andere. Dus, en die riepen, hey homo. En ik heb me dan eigenlijk omgedraaid. En ja, ik heb dan een schop gekregen in mijn buik, in mijn dij en één op mijn schouder. En ik heb nog geroepen. Wat ik geroepen heb, dat weet ik niet meer exact. En ben dan eigenlijk heel, heel snel gaan lopen. Ik denk dat het lang geleden is dat ik nog zo hard gelopen heb. En dan ben ik eigenlijk bij Ivan aangekomen. Niet echt meteen met heel veel pijn. Want ja, bedoel, je hebt al wat gedronken, dus je voelt ook al sowieso wat minder. Maar vooral heel hard geschrokken. Want vandaag de dag, ik woon hier nu 2 jaar in Antwerpen. Ik heb nog nooit eerder zoiets meegemaakt. Natuurlijk worden wel eens een keer op de mijl of ergens, als je met een hoop vrienden die ook homo zijn en de ene is al meer, ziet dat al meer aan de andere nu. Ik liep er ook wel heel gay bij, moet ik zeggen. Dus waarschijnlijk, meestal heb ik dat probleem ook niet, omdat ik toch altijd wat stoerder ben. Maar dan nog vind ik dat ondanks dat je iemand in het roos loopt, het nog altijd geen aanleiding is om iemand aan te vallen, pijn te doen of zelfs 's nachts een duw en een trek te verkopen. Gewoon omdat je in het roos rondloopt en waarschijnlijk gay bent. Allee, ik vind dat heel jammer wel. En ja, ik bedoel, Ivan heeft mij dan goed opgevangen. Hij heeft mij getroost van de eerste shock. Maar ik ben helemaal geen platte. Hè. Ik bedoel, ik ben helemaal niemand die snel weent of die heel, heel supergevoelig is. Maar dan, op zo'n avond, besef je toch wel dat, omdat je als homo geboren bent uiteindelijk, dat je eigenlijk van de ene dag op de andere door mensen kunt aangevallen worden die je niet eens kennen, die niet eens weten hoe je in elkaar zit. Gewoon om het feit van, je bent roze, je loopt er als een homo bij. Dus die jongen die verdient dan maar een map. Ik vind dat een beetje jammer dat dat nog vandaag de dag gebeurt. En ik had eigenlijk, je hoort daar heel veel van, nu zeker met het incident daar in Brussel. Dat is ook de reden eigenlijk dat we heel dit gegeven niet nog harder willen ophypen. We willen dit ook niet verzwijgen. Hè. Dat is zeker een vaste bedoeling ook niet geweest. Het is eigenlijk door Ivan gekomen dat eigenlijk allemaal zo'n rare draai gekregen heeft. En iedereen daar eigenlijk zo'n beetje opgesprongen is, vooral via Facebook. En ik denk dat dat meer is dat Ivan kan vertellen. Ivan, jouw vriend komt dan in het putje van de nacht thuis, komt daar eigenlijk met de helse schrik aan. Hoe was jouw reactie? Ik wist eigenlijk zelf dus allemaal niet wat er gebeurd was, want inderdaad, er was niks afgesproken. Ik was gewoon aan het slapen omdat ik zelf nog moest bekomen van mijn eigen auto-ongeluk. Dus we hadden ook niks afgesproken. Ik wist natuurlijk ook niet naar waar dat allemaal ging uitgaan en zo. En in één keer, keiveel telefoon, gebel, noem maar op. Dus ik had zoiets van, dat zal wel niet juist zijn. Dus ik kan kijken. Stond hij natuurlijk voor mijn deur keihard te wenen. Helemaal in shock. Wist niet wat er gebeurd was. Dus een keer laten binnenkomen natuurlijk. En heeft hij dan zijn verhaal verteld. En dat is toch wel verschieten eigenlijk. Waarom, zomaar om 3 uur 's nachts, helemaal alleen door de stad. Dat is gewoon niet normaal. En voor mij is dat ook wel even schrikken van, oké, dat is allemaal niet leuk. Zeker niet wat er heel die dag allemaal gebeurd is. Hij is toch zeker nog een uur wakker geweest en nog moeten vertellen en wat er al gebeurd was en nog echt onbekomen eigenlijk gewoon. Allee, is gewoon niet leuk. Ja. Jij hebt nu onlangs jouw coming-out gedaan. Als je dan dit ziet, dat dit in een stad als Antwerpen kan gebeuren, hoe is jouw mening daarover?
Ik vind dat heel erg en ik kan begrijpen dat dat door zo'n situaties en deze situaties dan ook in de media komen, dat natuurlijk veel niet geoute mensen daar dus nog meer problemen mee zullen hebben om dus naar buiten te komen. Want ik heb er zelf ook altijd heel veel problemen mee gehad. Ik vind het nog altijd trouwens niet gemakkelijk om zomaar inderdaad over straat te lopen. Dus ik kan begrijpen dat dat inderdaad weer al een negatieve invloed kan hebben op mensen die hun eigen nog moeten outen, ja. Bram, voor de mensen die zich afvragen, heb je nu blauwe plekken, ben je nu half dood, lig je nu in coma, hoe voel je je nu? Ik voel me eigenlijk heel goed. Allee, heel goed. Ik bedoel, zeker naar wat ik heb meegemaakt. Het komt er eigenlijk op neer dat ik ook de reden dat ik niet ben ingegaan op heel veel interviews voor heel veel bladen en magazines en tijdschriften. En ik had, en veel hebben mij dat ook een beetje ook bijgestuurd, van ik had dit verhaal helemaal kunnen opblazen en er weer een heel groot mediaverhaal van kunnen maken. Dat is zeker en vast niet de bedoeling geweest. Het is eigenlijk omdat Ivan daar onwetendheid en door dat hij natuurlijk, ik ben nog altijd zijn vriend en ja, hij wil natuurlijk ook niet dat mensen mee aanvallen, op Facebook gegooid heeft, dat hij allemaal zo'n wending gekregen heeft. Maar ik ben ervan overtuigd, allee, en dat is een beetje mijn visie en ik verschil daar met heel veel mensen die rond mij heen hangen. Ik denk hoe meer aandacht dat je dit geeft, negatieve aandacht, hoe meer mensen allee, op het idee worden gebracht van hé, hey, we gaan een keer een avondje langs de Red & Blue passeren of langs clubs en we gaan wat holibies lastigvallen. Ik denk dat een parade, waar je samen aan werkt van heel gemeenschap, waar je eigenlijk een boodschap brengt als groep, dat dat meer effect kan hebben om zo'n problemen vandaag en dag in de media of in de huidige maatschappij aan te pakken, dan een heel groot coververhaal op de standaard te hebben van er is weer een homo in elkaar geslagen en het is nu Bram Bierkens en het is niet in Brussel maar in Antwerpen en het verplaatst zich en ja, je kunt daar de grootste wilste verhalen over schrijven, dat wou wij eigenlijk niet. Dat is ook de reden dat wij nu eigenlijk zelf pas eerst reageren daarop. Omdat eerst voor de shock. Ik bedoel, je zei, ik heb dat meegemaakt en je krijgt dan in één keer al die telefoons. Allee, ik bedoel, dat was niet aangenaam. En ik wil dit ook niet. Buiten mijn pijn in mijn heup nu en mijn onderste rib, mankeer ik zo goed als niks. Ik was heel hard geschrokken. Ik ben blij dat ik gisteren opgevangen ben door mensen die mij ook allemaal heel graag zien. En ja, ook, ik steeg ook niet onder stoel of banken. Het gegeven dat ik ook goed gedronken had, doet mij ook heel veel dingen niet 100% realiseren. Want ik allemaal had, hoeveel mensen dat precies waren, hoe dat ze eruit zagen, dat is heel jammer natuurlijk voor het verdere onderzoek. Dat is ook de reden voor alle mensen die daar een eigen verhaal van maken, dat ik geen klacht heb ingediend. Ik vind, als je een klacht indient, moet je weten voor wat je een klacht indient en om dan een aandeel te zijn om het percentage van een veilige stad niet te doen. Ik denk dat de politie Antwerpen heel goed zijn best doet om hier voor het holibie zijn zoveel mogelijk proberen te doen. Ik ben van oordeel, je kunt niet op elke straat een politieagent zetten, want dan gaat het terug naar de landen waar ze nu nog met problemen zitten. Van geweld eigenlijk, want ik vind dat ja, politieagenten, dat geeft zo'n beetje een militair gevoel. Als dat gaat naar de Afrikaanse landen terug. En dat wil ik helemaal niet. En dat is ook de reden dat ik zeg van kijk, ik heb niks te melden. Als ik nu morgen in het ziekenhuis had gelegen en alles aan de hand had, dat had ik misschien wel dat gedaan. Maar wat kon ik meer vertellen dan nu dat ik 4-5 gasten op mij heb zien afkomen die mij allemaal een map en een trap verkocht hebben. Uiteindelijk kan ik niet meer zeggen dan dat. Ik kan ze niet omschrijven. Dus meer gaat daar toch niet uitkomen. En dan denk ik dat dat heel zinloos is. En mensen zeggen, ja, je moet dat toch doen voor iedereen, hè, voor de anderen. Ja, dat is een persoonlijke keuze. En sommige mensen gaan mij misschien begrijpen en anderen niet. Maar ik heb geen zin om heel juridische en toestanden en onderzoeken. En ik heb daar eigenlijk heel weinig aan. Zondag gaan ze op de Grote Markt een fluitconcert doen tegen de homohaters. Gaan jullie daarbij aanwezig zijn? Ja, wij zullen natuurlijk daaraan deelnemen en ons steun ook een beetje betuigen. Dat dus, jammer is dat zo'n zaken nog altijd gebeuren, eerlijk gezegd. Wij zijn er zeker. Ik vind dat heel belangrijk. Ik zei dat ook juist, hè. Zo'n dingen, like zo'n initiatieven, like dat fluitconcert, dat vind ik veel belangrijker dan, alle respect, dan een klacht in te dienen tegen onbekenden. Ik denk dat dit een signaal moet zijn. En hetgeen wat er nu de afgelopen weken, maanden allemaal gebeurt, naar alle mensen, ook in de politiek, die moeten zeggen van kijk, nu moet er iets gaan gebeuren. En ik denk, mensen weten nu wel dat ik ben aangevallen. En dat is wel duidelijk geweest, denk ik. En ik denk dat het gewoon aan anderen is om nu stappen te ondernemen. En het gebeurt vandaag heel veel. En nu dat je zelf zoiets meemaakt, worden ook andere verhalen. Mensen die op Facebook aanschrijven, ik heb dit ook meegemaakt.
en Antwerpen en andere steden, want nu wordt weer zo Antwerpen geviseerd. Ik denk dat het gewoon een algemeen probleem is en dat moet gewoon kunnen aangepakt worden, maar dat is ook niet vandaag of morgen. Dat is iets dat de maatschappij zelf moet leren aanvaarden en verdragen. En dan kan zo'n incidenten brengen het wel weer onder de aandacht. Maar is dat daarom het probleem opgelost? Ik weet het niet. En dat is heel moeilijk. Dat is een debat. En daar zijn ze al weken, maanden, jaren over aan het discussiëren en debatteren. En zijn wij daarom nu juist de oplossing daarvoor? Ook niet. Hè? Dus voor mij is het gewoon belangrijk dat wij dat samen gewoon gaan verwerken. Dat ik ook weet dat ik... Ja, als ik alleen uitga en wel een taxi neem naar huis en niet meer te voet ga. Dus ik heb er ook wel iets uit geleerd. En geen roze cowboyhoed meer dragen voor mij toch. Dat is mijn visie ook. En verder hè, probeer ik alleen maar andere mensen aan te sporen die het ook meegemaakt hebben. Het zet mij wel aan om meer te gaan babbelen met mensen die dat ook zoiets hebben meegemaakt. Vroeger gehoord dat wel, gelezen aan de krant, maar uiteindelijk... Ja, alle respect. Mensen, het gaat ook langs je heen en je denkt, oh, dat is wel, allee, dat doet er nu wel niet. En je spreekt daar wel een keer over, maar je ligt daar ook niet van wakker. Als je nu zoiets hebt meegemaakt en je hebt zo toch wel een ervaring mee, allee, zo'n negatieve ervaring, dan gaat het nu mij toch wel meer inzetten voor zo'n dingen. En als ze mij morgen bellen om zo te komen vertellen of mensen te kunnen helpen of je in te zetten voor zo'n dingen, wil ik dat altijd doen. En ja, dat wordt ook pas wakker geschud eigenlijk als je zoiets meemaakt. En dat is altijd zo bij alle dingen, denk ik, die je ervaart. Dus dat is hetgeen dat ik heb meegekregen. Laatste ding, mensen moeten komen feesten op Antwerp Pride. Tuurlijk, want dat wou ik ook juist. Dit is allemaal zo negatief en het is godverdomme, excuseer. Feest hè, voor iedereen. Ik denk dat die mannen, de mensen van de organisatie van Antwerp Pride en alle holiday-instanties, organisaties, hebben alles aan gedaan om er een fantastisch weekend van te maken. Wie zou ik dan zijn om met dit verhaal heel negatieve weer naar boven te halen? We hadden al een heel incident in Brussel wat heel erg is, maar het overschaduwt eigenlijk alles. En de pers vandaag de dag probeert het ook nog allemaal een beetje sappiger te maken. Dat hebben we ook gemerkt de afgelopen uren dan het is. En ja, mensen kloppen het allemaal niet op. En kom als die feest op de Antwerp Pride en ik ga er ook zijn. En wij gaan daar samen feesten. Oké, bedankt.